wanneer dat je het open doet, ja, natuurlijk zie je de mooie marmeren blokjes, maar dat je het potentieel ziet van wat allemaal mogelijk is met die ingrediënten. Eigenlijk de Verde Levanto marmer, dus dat is een Italiaanse marmer, in daglicht, als de zon erop zit, dan gaat die groen, een groene tint weergeven. Dit is Borese, een prachtige zandsteen uit Frankrijk, uit de buurt van Limoges. Ja, dat is een ongelofelijke steen. Hè? Het eerste wat de mensen van Poitiers mij zeiden toen ik die steen koos, ja, dat vind je alleen maar in badkamers in Monaco. Omdat dat zodanig ja, dure steen is. Maar het ding is ook met de prijs hebben we ervoor ja, geopteerd om natuursteen te sourcen die al aanwezig was in het bedrijf. Dus we hebben niet zomaar speciaal platen laten komen van heel de wereld. Maar we hebben ja, echt met restjes gewerkt. Maar de blokjes zelf, dus de vormen van de blokjes, dat is wel belangrijk om te weten. Ik heb die niet zelf uitgevonden. Dus Friedrich Froebel heeft die uitgevonden. En Froebel, dat is een Duitse pedagoog uit de 19e eeuw. Dus 1850 heeft hij eigenlijk een bouwset ontwikkeld voor kinderen. En dat was het allereerste pedagogisch speelgoed. Over de hele wereld verspreid is. Want Froebel, sommige mensen, die naam gaat zeker wel bekend klinken, is ook de uitvinder van de kindergarten. Dus de kindergarten, het concept van allemaal kinderen samen te zetten, onder begeleiding en die niet alleen maar ja, daar spelen, maar ook met pedagogisch speelgoed aan de slag gaan. Dat komt dus van hem.